verrassend. Ja, het is de eerste keer dat we meededen en ja, het is natuurlijk een hele eer om zo hoog te eindigen. Ja. En waarom hebben jullie dit jaar ervoor gekozen om mee te doen aan deze Trust Top 100? Eigenlijk om onszelf een beetje uit te dagen. Hè? Kijken van waar liggen kansen voor ons, wat kan beter, hè? Wat doen we goed en wat kan beter. Dus dat is eigenlijk de uiteindelijke reden dat wij hebben meegedaan. Ja. Ze wilden leren waar hun verbeterpunten liggen. Daar is deze verkiezing dan ook goed geschikt voor, want er wordt op veel verschillende aspecten gelet. Ze letten voornamelijk op hoe ziet het eruit, is het netjes, is het service is heel belangrijk. Misschien wel het belangrijkste in de hele klassering, ja. Hadden jullie zelf verwacht dat jullie zo zouden eindigen? Nee, absoluut niet. Nee, dat. Kijk, we hadden een beetje. We zeiden van nou, het zou superleuk zijn als we in de top 50 zouden komen. Dat zou superleuk zijn. Maar ja, dat het zou lukken en op 30 zouden eindigen, dat is natuurlijk helemaal leuk. Ja. Team Spirit, hè? Het team was er ook heel erg mee bezig. Zeker op het moment van de uitreiking. Ja, iedereen die zat met de telefoon in de hand te kijken van waar zijn we geëindigd. Ja, dat is gewoon. En natuurlijk een stukje waardering. Dat ze nu deze klassering hebben behaald, betekent niet dat ze stil kunnen gaan zitten. Ze kijken meteen naar de toekomst van het terras. Nou ja, we zijn al bezig om het terras nog verder te optimaliseren. Zo zijn er nieuwe terrasschermen geplaatst. Nou ja, en zo zullen we doorgaan telkens om een stukje beter te worden.